Hoe word je creatiever op je werk? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Dames en heren, een vader gaat met zijn 11-jarig zoontje naar een American voetbalwedstrijd in Amerika. En de vader en de zoon staan leuk naar voetbal te kijken. En op een gegeven moment zegt de zoon tegen de vader: pap, mag ik misschien een colaatje? En de vader zegt: nou, is goed. En die gaat naar de bar en die komt terug met een colaatje voor zijn zoon en een biertje voor zichzelf. En hij staat naast zijn 11-jarig zoontje. En in plaats van dat hij die zoon nou de cola geeft, geeft hij hem per ongeluk een biertje. De jongen van 11 neemt een slok en komt erachter dat hij een biertje heeft gehad. En geeft hem weer terug aan zijn vader. Op dat moment is er een steward aanwezig. En die ziet dat de vader bier geeft aan de zoon. En die meldt dat bij een aanwezige politieagent. De politieagent komt ter plaatse en stelt vast dat er sprake is van een strafbaar feit. De zoon wordt meegenomen naar het ziekenhuis voor controle om te kijken of er geen sprake is van een medische noodsituatie. Zoals hij al doet vermoeden, wordt er in het ziekenhuis vastgesteld dat er waarschijnlijk geen sprake is van een medische noodsituatie. Maar om dat uit te sluiten wordt er een specialist bijgehaald die een bloedonderzoek doet. De jongen van 11 wordt onderworpen aan een bloedonderzoek en wat blijkt, er is geen sprake van een alcoholvergiftiging. En zult u denken, einde verhaal, vader en zoon gaan naar huis. Niks is minder waar. Het ziekenhuis heeft namelijk de kinderbescherming ingelicht, omdat er sprake is van een strafbaar feit. De kinderbescherming stelt vast dat de vader een gevaar is voor de zoon. Het gevolg is dat de zoon uit huis geplaatst moet worden en de zoon moet buitenshuis afwachten wat er verder gaat gebeuren. Na 3 dagen beslist de kinderbescherming dat de zoon weer terug mag naar huis, mits de vader het huis uitgaat, want de vader is een gevaar voor de zoon. Een week later komt een rechter aan te pas en die stelt vast dat er toch iets misschien niet helemaal goed is gegaan en vader en zoon worden herenigd. Ah, zult u denken, dit verhaal heeft hij ter plekke verzonnen. Helaas. Het is een waargebeurd verhaal wat regelmatig wordt verteld onder psychologen en wat vooral bekend is geworden door de Amerikaanse psycholoog Barry Swartz. En hij vertelt dit verhaal als het namelijk gaat over regels in organisaties. Het meest interessante van dit verhaal is hoe alle professionals reageerden tijdens dit proces. Want de steward, de politieagent, de eerste ziekenhuisarts, de specialist en de kinderbescherming zeiden allemaal: ja, we begrijpen natuurlijk ook wel dat er niks aan de hand is, maar ja, we moesten dit doen van de regels. Wie herkent iets van zijn eigen werk in dit verhaal? Ja, u herkent het misschien een beetje. Wat gebeurt er namelijk, is dat in heel veel organisaties worden er regels opgesteld. En die regels die worden inmiddels zo verheven tot een wetmatigheid dat je er eigenlijk niet meer van mag afwijken. Het gevolg is dat mensen minder plezier krijgen in hun werk, dat ze minder op zoek gaan naar oplossingen, maar vooral ook, het is dodelijk voor creativiteit. Het blijkt namelijk dat tegenwoordig, in tegenstelling tot werk, laten we zeggen, 100 jaar geleden, dat het ongelooflijk belangrijk is dat je het talent van je medewerkers nou juist gebruikt. En in de jaren 70, zeg zo'n 30, 40 jaar geleden, is er voor het eerst onderzoek gedaan naar hoe kun je nou mensen door middel van hun werk tevreden laten worden. Hoe kun je het werk nou zo inrichten dat mensen het leuk gaan vinden, dat ze opbloeien. Het bleek dat, zoals dat mooi heet, job design, dus de manier waarop het werk is vormgegeven, dat het heel veel invloed heeft op creativiteit. En u voelt er misschien al aankomen, een van de belangrijkste karakteristieken van een prettige werkplek is autonomie. Autonomie wil zeggen dat er misschien wel een regel is, maar dat je zelf kunt bepalen als specialist of als deskundige of die regel op dit specifieke moment van toepassing is, ja of nee. Dus uiteraard mogen kinderen van 11 geen bier drinken, maar als je ziet dat een vader 2 bekers verwisselt en de zoon neemt 1 slok, dat je dan als professional kunt zeggen: ik snap de regel, maar ik hou me er in dit geval niet aan om een hele goede reden die ik kan uitleggen. Wat zie je nou in veel organisaties? Precies het tegenovergestelde. Regels en nog meer regels en dan komt er weer een commissie bij en dan komt er weer een nieuwe regel en vervolgens verstikken mensen. En de creativiteit raakt verloren. Juist om die reden zijn creatieve bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google, aan het experimenteren dat je mensen gewoon
één keer in de week of eens in de twee weken gewoon laat doen waar ze zin in hebben. Alle regels aan de kant. Doe nou eens even wat jij denkt dat goed is. En een slechte leidinggever die denkt, nou, als ik de mensen hun gang laat gaan, dan gaan ze dus een beetje zitten slapen of dan gaan ze een beetje lopen lantefanteren. Niets blijkt minder waar. Professionals vinden het heerlijk om vooral iets te doen wat ze leuk vinden. Er zit echter één addertje onder het gras. Het gevaar van autonomie is dat iedereen zijn eigen kant op gaat. Dat iedereen maar een beetje wat gaat doen. En wat blijkt nou uit onderzoek is dat die autonomie, dus die mogelijkheid om zelf dingen te beslissen, dat die hand in hand moet gaan met feedback. Dat wil zeggen, je krijgt dus de ruimte om te doen wat je wil, maar dat je achteraf wel uitlegt waarom je dat gedaan hebt. Geef mensen de ruimte, maar geef ze tegelijkertijd ook feedback. En die twee elementen zijn cruciaal voor creativiteit op de werkvloer. Geef mensen ruimte, maar geef ze ook op een of andere manier feedback over wat ze aan het doen zijn. Creativiteit, zoals gezegd, in de huidige werkplek is ongelooflijk belangrijk. Want als je niet creatief bent, dan mis je de ontwikkelingen die buiten zich afspelen. Misschien kunt u zich niet meer voorstellen, maar 5 jaar geleden hadden we nog geen iPads. 10, 15 jaar geleden hadden we eigenlijk nog geen internet. We hadden eigenlijk nog geen mobiele telefoons. Die ontwikkelingen gaan razendsnel. En die wetgeving of die interne regels kunnen dat vaak helemaal niet bijhouden. Dus je moet mensen ruimte geven om als bedrijf te overleven. Maar doe dat wel hand in hand met feedback. Creativiteit, zoals gezegd, is essentieel voor het overleven van een bedrijf. Maar wat is nou precies creativiteit? En kun je dat op een of andere manier stimuleren? Zouden we iets kunnen leren? Kan ik iets leren van die mensen die aan het einde van de gang zitten op de Vrije Universiteit, de neuropsychologen? Weten die nog iets over creativiteit, wat wij op de werkvloer zouden kunnen gebruiken? En als ik zeg neuropsycholoog, dan denkt u natuurlijk aan niemand minder dan Erik Scherder. Dank je, Kilian. Ja, creativiteit. Fantastisch natuurlijk. Fantastisch mooi. En vraag je aan u. Wie van u, misschien een van de, kan ik het ook even zien. Wie van u veegt gewoon 1 keer per week een halve dag zijn bureau leeg, of wat u ook doet, benen op tafel en u kijkt naar buiten. Wie? Halve dag per week? Uurtje per week? Uurtje per, wie een uurtje per week even niks gewoon? Tijdens werktijd, hè? Even handen. Oeh, nee. Ja? Wie misschien dan een dag per maand? Dagje per maand? Dagje per maand? Echt om dat doel, hè? Dat doel. Dagje per maand aan deze kant? Nee, daar is iets beter dus, maar daar nog? Nee. 5 dagen per jaar dan? 5 dagen per jaar is de laatste aanbieding die ik heb. 5 dagen per jaar? Niemand ook? Zonde, hè? Want juist, hè, misschien dat uw baas denkt, zeg, wil je helemaal, hè, want dat is arbeidstijd. Nee, maar het leegmaken even, het leegmaken. Niet cognitief belast zijn. We hadden het in het eerdere college ook al even over. Niet cognitief belast zijn. Welk netwerk wordt dan actief? Het default mode netwerk. Dat netwerk wat, ik pak het brein er even bij, het netwerk wat dus hier door dat hele brein heen loopt. Hè, dit was de voorkant. Frontaal, dat netwerk, dat wordt actief als u juist in rust komt en niet cognitief belast bent. Met andere woorden, eigenlijk is uw brein dus nooit, zeg maar, niet actief. Ik hoor als mensen roepen, hey, ik ben lekker leeg. Ik denk, nou, dat moet ik dan nog eens nader bekijken, want hoe kan dat leeg? Begrijp je wel? Mensen zeggen, ik ben lekker leeg gefietst. Okay, zeg. Maar in feite kan het niet, want dat leeg zijn is je default mode netwerk. En dat is juist superactief. Er zijn ook mensen die bellen vaak of die roepen en zeggen, Erik, hoe kan dat? Dan ben ik aan het wandelen of ben ik aan het fietsen en opeens heb ik de oplossing. Wie van u herkent dat een beetje? Ik kan het zo niet zien. Wie? Kijk, haha, zie je? Dat is nou precies je default mode network. Vind je geweldig? Dat kladblokje op uw nachtkastje is zo gek nog niet. Want tijdens het slapen is je default mode netwerk hartstikke actief. Dus u komt even tot het idee. Fantastisch. Een gebied wat gekoppeld is aan dat default mode netwerk, dus aan dat rust, aan die rust, zeg maar, waar nieuwe ideeën uit naar voren kunnen komen. Een gebied wat daar, u gelooft het misschien niet, ik kom er toch op terug, dit was frontaal, ik zal het misschien beter, is misschien zo, frontaal, is dat onderste gedeelte van die frontale lob. Die heeft een contact met dat default mode netwerk. En waarom? U hebt het uit die andere colleges kunnen zien. Wat is de hoofdfunctie van dat deel? Nou, u? Remming, heel goed. Fijn dat u het allemaal zo
Nee, dan weet je ook dat het een succes geworden is. Dus het is remming. En die remming heeft u, dat klinkt misschien een beetje merkwaardig, maar juist die remming heeft u nodig om creatief te zijn. Want, en dan worden we tegenwoordig best wel, hoe kom je nou tot dus een ander idee? U komt alleen maar tot een ander idee als u uw eigen idee, het doorgeroest idee, kunt wegremmen. Als u dat kunt loslaten, maar u kunt het pas loslaten als u het wegremt. En denkt van nee, dat was het niet. Ik open nu de wereld voor een nieuw idee. Dat is creativiteit. Dus die remming is essentieel om tot nieuwe ideeën te komen. En die samenwerking, onderste gedeelte frontaal, met dat default mode netwerk, is daar fantastisch voor. Dus gun u die rust. Zou geweldig zijn. Neemt u door met eventueel uwgene met wie u samenwerkt. U zult zien, dat beloont zich. Overigens is er recente literatuur die zegt, misschien moet je ook wel doorploeteren. Maar dan denk ik, oké, dan zie ik de combinatie. Even de rust om te komen tot een idee. En natuurlijk moeten we het idee uitwerken. Ik ken ook heel veel mensen die hebben altijd ideeën. Maar het wordt nooit wat. Dus dan, kent u ze ook? Er is al een super idee gehad, Erik. Maar nooit iets van gemerkt verder meer. Dus je moet doorploeteren. Je moet dus wel naar de gang gaan ermee. Nou, dat vind ik ook heel logisch. Dus ik denk dat die beide studies over en rust en doorploeteren, dat die ontzettend leuk bij elkaar passen. Dan zegt u misschien, dat default mode network, dat zit dus in elke hersenhelft. Maar doen er nou die hersenhelften samen ook nog iets aan? Is er een verschil tussen links en rechter hersenhelft? Vind ik leuk om u te vragen. Dat is een beetje gek, maar als ik aan u zou vragen, welk hersenhelft, rechts of links, zou het meest creatief zijn? Ja, wat fantastisch, u bent gewoon into the brain. U weet het, rechts, links doet ook mee, laat ik dat helder hebben, maar rechts ook. Rechts, en waarom? Rechts namelijk, dat weet u misschien, die is ontzettend belangrijk voor uw visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Dat betekent wat ik nu zie in de ruimte, dus te bewegen, het opstappen hier op het opstapje, al die dingen, het lopen, maar ook datgene wat ik schilder, boetseer, knip, wat u maar wil, dat is allemaal visueel-ruimtelijk. Dus het is heel logisch dat die rechter hersenhelft een grote rol speelt bij die visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Mooi, hè? Eigenlijk allemaal, hoe dat samenwerkt. Nou ja, creativiteit. Je denkt natuurlijk bij jezelf, als we het nou toch over hebben gehad, we hebben links en rechts vergeleken, hoe zouden wij het nou kunnen optimaliseren? Creativiteit. Nou ja, toen dacht ik, ja, ik kan het allemaal wel zeggen, maar misschien moeten we het gewoon meemaken. Heeft u zin om iets mee te maken? Ja. Ai, 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 en daar hebben we Kilian Baboe voor. Ja, dat is een meester, daar komt hij. Kilian, mag ik je uitnodigen? Zou je iets voor ons, iets zo als afsluiting, iets super creatiefs willen doen? Kan je iets bedenken? Zeker, dat weet ik. Super creatief. Ja, echt heel leuk. Ja, nee. Kilian, hou op. Nee. Ja, leuk, knap, ik kan het niet, maar dit bedoelde ik niet. Ik bedoel, dit kan ook wel een ander. Kan je nog niet iets anders? Een Arabische tamboer. Oh, leuk, fantastisch natuurlijk, heel leuk. Ik ben enthousiast ook, maar nee. Nee, ik wil iets dat je doet nu, waarvan iedereen zijn hele leven verder wereldwijd zal denken, dat is pas creativiteit. En ik weet dat jij dat kunt. Ik neem je jasje aan. Je ziet wel wie de kapstok van vanavond is, dat is ook wel heel helder. Wat gaat het worden? Ja. Dankjewel. Ja. Creatief genoeg? Ik vond het super creatief. Ik weet zeker dat bij u de belangrijke delen van het brein nu waanzinnig geactiveerd zijn. En ons gezamenlijk advies zou zijn, ga daar vooral mee door. Fantastisch. Heel erg bedankt namens Kilian voor een geweldige aanwezigheid.
Dank u wel.